6 jaar geleden ben ik voor Stichting Wees de Foto, kreeg ik de kans om naar Sierra Leone te gaan. Om fotoboekjes te maken voor weeskinderen. Maar alleen al de foto's maken heeft zoveel gedaan met die kids. Ik had zoiets van, daar moet ik meer mee doen. En zo ontstond ook het idee om dan terug te gaan en fotoworkshops te geven. Ja, en zodoende ben ik in Sierra Leone terechtgekomen. Dat is gewoon ja, puur vanuit mijn hart en vanuit fascinatie. En vanuit wat ik als kind er al bij voelde, van daar moet ik heen. We focussen ons deze reis op de fotoworkshops om het geld in te zamelen voor het lesgeld voor de middelbare school voor 44 kinderen. In Sierra Leone is basisonderwijs is gratis. Dat wordt door de overheid ter beschikking gesteld. Maar middelbaar onderwijs is betaald. Dus dat is gelijk het grote probleem. En daar moeten helaas heel veel mensen op afhaken, omdat er simpelweg geen geld voor is. Silent,
What's the biggest problem you're facing right now? Well, now the biggest problem we are facing, these kids have no place to stay, no food to eat daily. They are unable to go to school simply because the finances is not there to pay for their schooling and all those particular things. These are major problems that we are facing at the moment. And we hope that things will get better with your inception. And can you tell me about about the project we are doing right now, this week? The project has been colorful because the kids appreciate it so much with your inception. It has revived them. They are so much happy because they know at the end of the day, all of them will be able to go to school. So that particular things keep on lingering in their minds that their hopes and prayers have come to pass because they will be able to go to school, and which they are looking forward to. Great. And what do you think about the pictures they made? Oh, it's an amazing pictures because they try to bring, you know, things that are really happening within their surrounding for people out there to know actually how things are going and how things are working out. You know, they want to even tell people, for people to bring the Africa settings back home to Holland, for people to see how things are moving on out here. Ja, dat is natuurlijk het schrijnende na de oorlog, hoeveel kindsoldaten gewoon echt als vuil worden achtergelaten en geen enkele toekomst hebben. En dat zijn allemaal van die contrasten die je tegenkomt. En de verleidingen die hier ook zijn. Weet je? Ik bedoel, als je niks hebt, als je niks hebt om voor te leven, als je geen hoop hebt, waarom zou je dan op het goede pad blijven? En kan het ze niet eens kwalijk nemen. En, ja, dat vind ik heel schrijnend. En ik wil gewoon niet. Die fotograaf zijn die alleen maar foto's kon maken en huis gaat en. En ze laten zien. Ik gun het ze zo. Ze zijn zo slim. En ik wil niet dat ze op het slechte pad gaan. Je weet het nooit. Deze kinderen zijn zo slim. En die verdienen het om daar wat mee te doen. Die verdienen het om dit te ontsnappen.